Hoi, welkom hier in Groningen tijdens de promotiedagen. Ja, gezellig hè. Mijn naam is Elise. En mijn naam is Twan en wij staan hier voor het programma Ik ben Drents ondernemer. Waar gaat het programma eigenlijk over? Ja, het programma gaat eigenlijk over allerlei ondernemers die verder willen komen en die ondernemers die ondernemers helpen. En dat is waar wij naar op zoek zijn. Wij zijn op zoek naar ondernemers, hun verhalen over groeien, starten, export en innovatie. En we gaan eens kijken of we met het programma Ik ben Drents ondernemer meer ondernemers kunnen helpen. Nou, we staan hier nog steeds op de promotiedag en ik sta naast Henk de Reus. En Henk de Reus is een creatief ondernemer. Henk, wat doe je precies? Nou, ik ben van de Garage TDI en de Garage TDI is eigenlijk de onderneming, zou je kunnen zeggen. En wij maken jeugdtheatervoorstellingen die spelen op scholen. En dat doen we met professionele spelers die voorstellingen spelen voor kinderen op basisscholen door het hele land. Als jullie gaan ondernemen dan, gebruiken jullie ook andere Drentse bedrijven of werken jullie samen met andere bedrijven? Of hoe werkt dat in de bouw? In de bouw zijn we meestal afhankelijk van aanbestedingen, dus dan moeten we inschrijven op bestekken. En daarbij hebben we natuurlijk samenwerking ook met andere partijen die eventueel de aanbesteding winnen. Het zijn aannemers. En daarnaast hebben we nu natuurlijk onze onderaannemers waar we heel veel werk mee doen. En ook daarvan maken we gebruik van Drentse ondernemers. Wat zijn nou je uitdagingen op het gebied van ondernemerschap? Waar denk je, nou, daar ben ik echt nog op zoek, daar wil ik nog leren? Ik wil heel graag onze producten buiten Nederland brengen, in Duitsland een stukje. Ik kan zelf natuurlijk nog heel erg groeien als ondernemer, want ik moet nog veel leren over hoe je je producten aan de markt brengt. Hoe je je verkooppunten gaat neerzetten. Hoe zet je je product neer met reclame en andere dingen. Want dat doen we op een melkveebedrijf nooit. Wat betekent ondernemer zijn voor jou? Vrijheid. Zelf dingen mogen beslissen. Dingen overbrengen naar mijn personeel. Dingen ontwikkelen. Je sterker maken op de markt. Vooruitzien.